Partijgenoten, op mijn werkkamer in de Tweede Kamer hangt een hele mooie foto. En waar ik zit, kan ik er recht op uitkijken. Je ziet Jan Schaefer aan de interruptiemicrofoon. En je ziet achter hem, net iets minder scherp, zie Joop den Uyl staan. Glimmend van trots. Sommigen hebben die foto wel eens gezien. En als je die foto ziet, dan zie je tegelijkertijd onze kracht en onze traditie. En als ik dan Jan Schaefer zie, dan denk ik aan zijn assistent en aan onze burgemeester, Eberhard van der Laan. En het is goed om hier vandaag stil te zijn en stil te staan bij met hoeveel we eigenlijk wel niet zijn. Wie wij zijn, waarom we hier zijn en hoeveel pijn het doet dat we degene die we lief hebben soms moeten missen. Eberhard is voor mij iemand die er altijd hoort te zijn. Eerlijk, direct, lief. En ik weet zeker dat we met z'n allen ongelooflijk gaan missen. Het was Jan Schaefer die de losse tegeltheorie introduceerde. Een theorie die je kan herkennen in hoe Eberhard zijn werk deed. Schaefer zei, je kan urenlang over socialisme lullen, maar als mensen al 30 jaar hun nek breken over een tegel voor de voordeur en jij bent de eerste die er wat aan doet, dan zeggen ze, met die gozer moet je praten. Want die is de eerste die wat voor mij gedaan heeft. Die mentaliteit dus. Bondgenoot zijn van mensen die tegen problemen aanlopen. Omdat je simpelweg niet bereid bent om onrecht te accepteren. Geen klein onrecht, geen groot onrecht. Of het dan gaat om die stoeptegel of om de fietscouriers die plotseling als een soort schijn-ZZP'er langs de tramrails moeten fietsen. Het betekent je uitspreken. Het betekent kleur bekennen. Het betekent er staan, met elkaar de straat op gaan voor fatsoenlijk loon voor onderwijzers. Omdat het belangrijk is, omdat dat de moeite waard is. Zij aan zij voor een betere wereld. Met vurige idealen en altijd recht erop af. Dat moet onze stijl zijn. En die mentaliteit zag ik ook bij een andere wethouder uit Utrecht, die in zijn buurt hoorde dat er midden op het fietspad een rottig paaltje stond. Waardoor er steeds maar ongelukken gebeurden. Mensen klaagden er al jaren over. Maar u weet hoe dat gaat. Er was een bestemmingsplan, er moest vergaderd worden. Er waren procedures en het paaltje, dat stond er. Totdat die wethouder uiteindelijk erop afging met een schroevendraaier. En nu is de quizvraag aan u. Welke wethouder zou dat gedaan hebben? Inderdaad, Hans, dit verhaal typeert jou. En het typeert ook wat je de afgelopen jaren hebt gedaan. Voor ons en voor de sociaaldemocratie. Nooit bang. Altijd er recht op af, zoals alleen jij dat kan. Met passie, met power. En ik spreek namens ons allemaal als ik zeg dat we je daar altijd heel erg dankbaar voor zullen zijn. Dank je wel. Ik heb dan de mazzel dat ik zijn gezicht kan zien. En wie Hans een beetje kent, die weet dat hij dat heel, heel erg onprettig vindt. Zo'n moment. Maar ik denk dat hij, als hij straks naar huis gaat, het wel gevoeld wil hebben. Dat bedank je van ons allemaal. En daarom doen we het toch, Hans. Je brengt mij op een andere wethouder. Deze keer uit Zwolle. Nelleke, jij hebt daar al laten zien hoe je ons idealen in de praktijk brengt. En het was leuk om te zien dat toen je kandideerde, jouw collega's daar van alle partijen en heel veel bewoners, je maar met moeite wilde afstaan. En tegelijkertijd trots waren dat jij dit ging doen. Dat zegt iets over wat jij teweeg kan brengen. En ik heb er heel veel vertrouwen in dat jij heel veel gaat betekenen voor,
voor ons, voor onze toekomst, voor onze beweging. Op een warme en een moderne manier, vanuit en tussen de mens. Dus ik wil je van harte feliciteren en heel erg veel succes wensen bij jouw mooie taak. De laatste keer dat ik met Eberhard sprak, ging het eigenlijk nauwelijks over hem. En al zeker niet over mij. En eigenlijk ook niet over de partijen. Maar het ging meer over het grotere ons. Over hoe we met elkaar samenleven in dit land. En wel degelijk ook over de sociaaldemocratie. En over hoe wij zullen moeten veranderen om voor elkaar, voor onszelf, maar vooral voor onze medemensen weer die rol te spelen. Omdat zoveel mensen het gevoel hebben, ervaren, dat ze telkens ondergeschikt worden gemaakt aan het systeem. Zo werkt het nu eenmaal. Jammer dan. Terwijl ze ook merken dat het niet werkt, of niet voor hen werkt. En wij hebben misschien te vaak op oplossingen gezocht binnen dat systeem. Te vaak geprobeerd daar dan door bij te sturen, het in orde te maken. Terwijl je soms alleen iets kan veranderen als je het systeem zelf durft te veranderen. En zo is Nederland, ondanks onze welvaart, ondanks ons mooie sociale stelsel, ondanks onze fantastische zorg, een land geworden dat tegelijk gelukkig en fundamenteel onzeker is. En dat is verklaarbaar. We zoeken allemaal vaste grond onder de voeten, zodat je vooruit kan in het leven. En die vaste grond, dat gevoel, dat moeten wij bieden. Wij moeten zorgen dat de beschermer er is voor iedereen. Dat er geen mensen meer zijn voor wie het systeem niet werkt. Zo werkt het nou eenmaal. Wij moeten werken aan een land waar iedereen zich zeker kan voelen. Zodat je met vertrouwen de dag van morgen tegemoet treedt. Omdat je weet dat je van elkaar op aan kan. Ik begon met die foto van Schäfer als inspiratie voor ons, voor Van der Laan. Maar hij werd ook geïnspireerd door Wibaud. Floor Wibaud, Floor de Machtige. Die in het vooroorlogse Amsterdam, en nu dat lied gezongen is, kan ik echt ongegeneerd chauvinistisch zijn. Het is nou vandaag weer klaar, hè? Maar ik denk dat we er wel wat aan kunnen hebben. Die in het vooroorlogse Amsterdam woningen bouwde. Wibaud. En die zorgde voor schoon water, wat toen een zeldzaamheid was. En voor elektriciteit, zonder dat er woekerprijzen voor gevraagd werden. En dat deed hij niet door te accepteren wat de markt zou brengen, of wat de financiële sector hem bood, maar door radicaal te kiezen. Kreeg hij geen geld om woningen te bouwen die nodig waren, dan ging hij naar Engeland om daar zelf te lenen. Werd de elektriciteit te duur door de monopolisten, dan nationaliseerde hij het elektriciteitsbedrijf op Amsterdamse schaal. Valt daar geen inspiratie aan te ontlenen als je ziet hoe we er nu voor staan? Want als je wil dat iedereen fijn kan wonen, dan kunnen we niet accepteren dat er wel gespeculeerd wordt, maar niet gebouwd. Dan moeten we durven ingrijpen en bouwen waar de markt dat niet doet. Wonen zal voor ons een strijd zijn tegen de speculanten, tegen de huisjesmelkers en voor alle mensen die een dak boven hun hoofd zoeken. En als je wil dat iedereen een baan heeft waar je mee vooruit durft te kijken, dan mogen we nooit accepteren dat vrouwen in Nederland niet zwanger durven te worden, omdat ze onzeker zijn over hun baan. Dan moeten we de onzekere flexcontracten zelf een keer duur maken. Dan moet vast werk de norm zijn. En waarom zouden we accepteren dat steeds meer mensen in een wereld van globalisering en robots de boodschap krijgen dat zij eigenlijk geen nuttig werk meer te doen hebben? Dat ze dus zelf ook niet meer te doen. Terwijl er heel veel mooi werk te doen is. In de klas als assistent. Op de sportclub. In de tram of in de bus. Laten wij die extra banen in de publieke sector creëren. En laat ik het heel duidelijk zeggen tegen de clichémannetjes van rechts. Publieke banen zijn echte banen.
Ze zijn de moeite waard en er moeten er heel veel bij komen. En ik vind dat we daar lokaal mee moeten gaan beginnen. Er komen raadsverkiezingen aan en we moeten lokaal zekerheid gaan bieden. En het zal lokaal moeten, want landelijk lijkt de zekerheid ver weg. Intussen is ongeveer alles gelekt wat ons nieuwe kabinet, dat er nu toch schijnt te komen, van plan is. Alles behalve het motto. Dat kan ik u wel vast verklappen. Ik heb dat van iemand uit zo'n regenjas gekregen. Het gaat natuurlijk om partijen die aan de ene kant christelijk-conservatief zijn en aan de andere kant rechtsliberaal. En zij zullen zich dinsdag presenteren onder de noemer Ieder voor zich en God voor ons allen. En dat is ook logisch. Dat klopt ook. Dat is een motto dat goed gevonden is als je ziet wat er tot nu toe gelekt is. Want zij denken dat de middengroepen, of de gewone Nederlanders, of hoe je het wil noemen, zich vooral zorgen maken dat de grote bedrijven te veel belasting betalen over hun winst. Zij denken dat diezelfde gewone Nederlanders en middengroepen zich zorgen maken over de te hoge belasting op de grote vermogens. En dat we straks ook heel blij zullen zijn als mensen sneller worden ontslagen. Dat we blij zullen zijn als de boodschappen duurder worden, want de btw gaat omhoog. En dat we straks heel blij zullen zijn met een cadeau van 3 miljard euro voor de grote bedrijven. Het is bizar en het is mis. En het is niet wat gewone mensen, het is niet wat middengroepen, het is niet wat Nederlanders op dit moment nodig hebben. Wat we willen is zekerheid, kwaliteit van leven, investeren in de samenleving en niet een regen aan cadeaus voor de grote bedrijven. Wij zouden juist nu moeten investeren in wat het leven mooi maakt. In fijn wonen, in aandacht, in de zorg. In goed onderwijs voor onze kinderen. In banen waar je op kan vertrouwen, waarmee je vooruit durft te kijken. Partijgenoten, stel je ons land voor met de sterke economie die we mede dankzij de Partij van de Arbeid nu weer hebben. Maar ook met nieuw zelfvertrouwen. In de scholen, in de ziekenhuizen, in de buurten, in de sportclubs. Trotse mensen die bijdragen wat ze kunnen en die krijgen wat ze verdienen. Mensen die zich gewaardeerd weten. Voor dat land wil ik de komende jaren strijden. Vanuit de oppositie, trots en met passie. Een alternatief bieden dat iedereen beter maakt. Niet tegen andere partijen, maar voor een Nederland waar mensen zeker zijn van hun bestaan. En die strijd gaan we wat mij betreft niet alleen voeren, maar met zoveel mogelijk anderen. En dat betekent met GroenLinks en met de SP. Dat betekent met de FNV en met Greenpeace. Dat betekent met de stakende leraren, met de fietsbezorgers, met Deliveroo. En eerst en vooral met jullie allemaal. Laten we het geloof zelf terugveroveren dat het morgen beter wordt. Want wie zijn wij? Wie zijn wij? Wij zijn sociaaldemocraten. Wij geven nooit op. We hebben geen haast voor onszelf. We hebben haast voor een betere wereld. Wie zijn wij? Wij zijn sociaaldemocraten. Wij willen een land met zelfvertrouwen. Met burgers die zich zeker voelen. Die vooruit durven. Een samenleving die rechtvaardig is. Laten we nooit vergeten dat we hier samen staan op de schouders van reuzen. Reuzen die tegels lichten. Reuzen die paaltjes losschroeven. Reuzen die een hoofdstad in een huiskamer kunnen veranderen. En even een heel land een burgemeester konden geven. En soms vallen reuzen om. Maar er staan weer nieuw op. En de mensen die we missen inspireren ons
om het werk te doen voor de mensen die na ons komen. En misschien, heel misschien, lukt het ons dan met z'n allen om zelfs dit hele land een klein stukje liever te maken. Dank jullie wel.